Er is wel een uitdrukking in het Engels, what's in a name? Wil dat ongeveer wel zeggen, we kerst er wel van de namen. En ze lopen low marcheren, en meende even en meende gelijk dat klinkt, en ze raken hem rechtboor of vast een parochie voor in de rij te leggen. Tiende stappen gaan velen dit lopen maken. Ik loop langs de Weeflijmstraat naar de markt, motor niet langer, je hebt dat kippen, dan mijn woorden en mijn gedachten riskeren om echt te wonen. En zo sla ik een small stretje in en kom ik daar direct naar vindt met een hoedje tegen. Wie zie je meneer? Leon van Borre. Leon van Borre? De wijnhandelaar. Ja, 73, maar je weet nog veel van hem. Een paar woorden van hem zijn niet weggegooid, lijkt dat. Ja, de hoeven, ja, kost haal die. Ja? Maar ja. Moet hij winnen kopen van 3 euro? Voor 20 jaar wachtlaan. Tot zover het overwinnen. En over Lowe zegt hij het volgende. Ja, Lowe leeft goed. Alleen jongen, nog meer gezegd, maar we stonden in een trekgat en ik zei het. Al zijn woorden zijn weggegooid. Een beetje verder sla ik een straatje in dat Epstal noemt. Ik zie hier en daar een nusje met karakter. En toen kom ik aan madame T. Wok met karakter, Betty Soete. Eigenlijk noemt ze Bertha, maar zo heeft dat niet her. Mijn nacht nou met Bertha. Bertha? Ja, dat is hoe ik een tiener was dat ik veranderde. Ja, dus, ja. En Betty eigenlijk in de Flintstones? Oh, dat moet dat minder lelijk dan Bertha. Dat is gewoon, Ja. Dus ja, ik probeer 4 keer in de week met 10 de stap te doen. Is dat? Ja. Wow. Maar ja, als je niet de bewegingen ploeft, dan gaat het achteruit. Hè. Je moet een beetje putten komen voor niet vast te roesten. Het is eigenlijk gezegd dat niet ik was van meester van Dielde, maar het is een beauté, een prent, zal ik dan zeggen. Uw kinderen zien ze winnen in de coronatijden, maar ze kan toch goed mee om. Ik ben hernolene. Is dat? Ja. En wat doe je toch hier dan? Puzzelen, lezen, wandelen. En mijn neus onder ons, mijn hoegene, nee, want mijn thuis waren met 15 kinderen en dat om dan we nog allemaal gepakt zijn drie broers dood, maar anders zijn we nog met 12. Dus mijn geluk ze gekend, dat je met zo'n band zit. Mijn vrouw moet nog werken, op 14 jaar. We zijn gewend van te werken, nee. En mijn pa had niet allemaal van zijn spreken en zo. We moeten er toch voor doen. En ze bluft er toch voor doen. Bluffen bewegen, Betty. Dat ga ik ook doen. Ik loop de deur in Epstal tot in de Zwingelstraten en daardoor heb ik ook met de Brugstraten dat Michel Ottekiet tegenkomen. Michel is 17, van 2003, heb gegroeid in Lowe en dus eigenlijk ook van Meende. Al komt ze dan niet tikkels. Je bent eigenlijk Meendeners. Ja. Voelt je Meendener? Nee. Komt je soms in Meende? Nee, eigenlijk bijna nooit. Ik zeg gewoon in Lowe. En als ze vragen van waar is dat, dicht bij Kortrijk, nooit menen. Ja. Je spreekt in Doppertank ook West-Vlaams, maar Michel kan dat niet meer. Zeg ik je canassière? Canassière, ja. Weet je wat dan canassière? Nee. Is dat? Ja. Een boementas? Ah, ja. Al zo'n woord ken ik dus eigenlijk niet. Ze gaan met haar canassière naar school in Kortrijk. Ze volgt door de richtingen gezondheids- en welzijnswetenschap aan Trizo. Want als ze groeit, wil ze juist lekker moeder en firmière werden, verpleegster. Wat vind je zo'n gest? Ik help graag mensen. Ik ben onsociaal, dus dat lijkt mij wel iets voor mij, met mijn mama. Dus... Doe je ja, mama? Mijn mama doet dat ook. Ja? Maar ja, in deze tijd, nou, je ziet hoe dat allemaal is. Vermindert dat je hoogste? Nee, juist nog meer. Is dat? Ja, maar zo zie je dat. Allee, je hebt altijd verpleegsters nodig. Dus al mijn motivatie wordt alleen maar groter. Maar voordat ze afgestudeerde, was ze eerst nog langer bij de Giro bluffen. Zijn leester bij de speelclub. Ik vroeg haar wat ze daar zo eerst aan vindt. Sociaal contact, vrienden dat je hebt en dat je blijft hebben. Dat is zo'n vriendengroep die altijd blijft. Je leert veel nieuwe mensen kennen. Dat is een vriendengroep dat je dan hebt en die niet meer stuk gaat. Je groeit samen op, je wordt samen leiding en zo. Dus ja, het is iets voor het leven ook, dat ze zeggen.
kunt er altijd terecht. Je leert wel meer dan dat je zelf weet en denkt. Zo onbewust leer je er veel over. Zij verzekeren met haar hero-kindjes ook al dat wandelparcours gedaan dat je in al de Meenske gemeenten leidt. Lek ook dat doel of dat de kindjes met hun kleine voetjes moeten doorlopen omdat een tetting bij de vrezen zo groot. In de Lobaerstraten hangt er aan de route van een coiffeuse een affiche die zegt It's the most wonderful time of the year. De dus komst een tijd van het jaar. Al omdat ze weer oormaas niet. Aan de overkant is de select. Een madame die zichzelf niet geroepen voelt om in haar zetten te staan, vertelde mij dat ik naar de select moest gaan op meesten wilde zien. Er zijn er dan die gewoon met een winkelkar gaan rondrijden, zei ze, zonder dat ze iets nodig hebben, omdat ze weten dat ze daar iemand gaan zien of een keer een klap gaan kunnen doen. Jasmin Donkels, die daar zo een beetje verantwoordelijk is, heeft toe dat je daar meesten ziet die er gaan om meesten te zien. De mensen komen er wel naartoe en zien dat een beetje als een uitstap. Allee, en komen ondertussen een keer mensen tegen en spreken toen allee, een beetje op afstand van elkaar. Ja, dat is een beetje de ding is, ja. Hier gaat het leven nog een beetje duur. Hier kunnen we... Hier, ja, we staan er wel natuurlijk op dat de mensen allee, de nodige afstand bewaren, dat ze ook met zo weinig mogelijk mensen in de winkel toekomen. Dat is een beetje de bedoeling hier. Allee, dat wordt niet de bedoeling dat ze hier komen verzamelen. Want allee, dat moeten we natuurlijk vermijden, maar we staan dat wel wat op. En we zeggen, de mensen houden er allemaal heel goed aan, wat aan de regels. Dan ze een mondmasker dragen en dan ze... Allee, we staan daar toch wel heel erg op. Hoor. Lotte en Nicolas voor kassa. Lotte en Nicolas voor kassa. Sorry. Hier zit die stem eigenlijk uit de woordneuzen. Ja, mijn stem is dat. Ik ken al uw stem, dus ze komen erop. Je ook ze roepen. Allee, ja, normaal toch. Ja, en spreekt je op de radio ook en zo? Nee. Ja, dat kan ik zo. Nee, dat doe ik niet. Zo vrij en ik ken het hier veel meer spreken, maar dat heb ik nog nooit de keuren van gehad. Ja. Zie je van Lowe? Ik ben van Lowe, ja. Is het hier gisteren ben? Dat is hier vrij gisteren. Iedereen die eigenlijk naar Lowe komt, bluft hier over het algemeen in Lowe. Dat was echt wel een gemeente die heel erg leeft en die... wat er veel sociaal gebeuren in is. En dat is inderdaad ja, de selecta en ja, een kerst 50 jaar dat al bestaat. Dus, de mensen kennen dat allemaal, ze zijn er wat mee opgegroeid. Dus, ze zijn hier niet selectief eigenlijk. Wat bedoel je? Nou volgens de namen. Allee, niet dat je... Select omdat we selecte producten verkopen, maar niet omdat we selectief zijn. dat selecteert een beetje de namen. Ja. Er is hier zeer veel activiteit en zeer veel sociaal gebeuren in Lowe. Ik zeg, de mensen die eigenlijk ooit in Lowe komen wonen, blijven hier over het algemeen. Er zijn heel weinig mensen die er niet in Lowe. Ja, dus ja, dat is ook wel heel belangrijk eigenlijk. Bij naar sociale verenigingen, naar verenigingen, naar dingen die georganiseerd worden. En je kunt zien, Skepkes Weekend, de Golden Classic, alles die eigenlijk georganiseerd wordt. En de mensen die hier ook commerce doen, over het algemeen, en dat is die heel goed draait. Omdat de mensen ook lokaal blijven komen hier. Ja, dus dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Ik zet er een stap verder, een stap in de goede richtingen, lees ik aan de stap. Een tamelijk vrije basisscholen, waardoor ze beseffen dat je een stap moet zetten om vooruit te gaan. Als je daar een paar stappen verder zet, zie je aan het gemeentes. Misschien wel overbodig, maar mag gezien werden. Wat ik dat er ook gezien mag werden, is dat er vier paars zijn in Lowe. Goed daar is er die een van. De veerlijke kier die daar achter een toonbank staat, ze is eigenlijk van OB. Maar ze woont al 17 jaar in Lowe en ze vindt dat eerst. Vindt hier eerst? Ja, ook. Waarom? Dat je leven in de boter. Vroeger een beetje meer dan nu, maar al. Dat is het ook altijd allemaal een weerkert. Dat is hier altijd wat te doen. Hij heeft niet in een 20ste, hij heeft de kaasmarkt, de grootste kaasmarkt, eendagskaasmarkt van West-Vlaanderen. En anders, dat is altijd wel wat te doen. Kennen allemaal elkaar, komen allemaal overeen. Er wat te doen, iedereen haalt elkaar en zo, vrijwilligers. Geen gebrek aan hier in Lowe. Ja, ik zeg het, dat is zo, ja, gezopige leven hier. Zo, ja. Op de plaats staat er een staatsplan. En kie, en kie wat een plan. Totdat er een vulke meer in andere richtingen stuurt verzeer. In het centrum van Lowe volgt het tip dat de verappartementiseringen hier ook goed aan de hangen. Maar goed, de appartementen zijn nog niet al de cafés weggevoegd en er zijn ook nog wat duizend blijven staan uit een tijd dat ze nog karakter mochten hebben. Op blauwe plaatsen zie ik ook nog een kinderspelletje. En ik loop de deuren de Larsstraat in. Aan de nummer 10 moet je dan een keer stoppen.
Dat was een nus uit 1897, waarvan dat in 1929 de hevelijst vernieuw. In de expressieve baksteenarchitectuur van de Amsterdamse scholen lees ik op de inventaris onroerend terfgoed. Dat is een beschermd monument en dat is mijn hoe ook. Het schipje wat verder in de straten en niet beschermd, maar het is voor veel jonge hazen ook een monument. Wie dat er de Skeppersfeest nog een keer heeft meegemaakt, had dat een beetje verstaan. En op het kruispunt zie ik door ommetje een vogeltje en gesloten in de strepen wereld. Hoe langs een kerkhof tot in de Leopoldsabbestraten, wat hij op noek een nuze in zwart en wit. Ga nou naar rechts en een beetje verder naar links, de Kruiveldwegelen. Niet voor paarden, maar voor mensen. En boeven, bij ommetje heel te landen. En kijk komen en ik zie dat dus in zwart en wit. Rechts zie ik Frankrijk liggen, in Doorte. Dat moet dolle winnen zijn. Als ik gewoon weer heb, kun je van hem dat bankje verzeers varen in Frankrijk. Maar nu is het geen ver. Moet ik even kijken hoe dat wordt. Ik volg het kortwagenpad en ik ga niet zeggen dat oom Moze moet skeletter. Dat wereldje komt uit weer in die Leopoldsabbestraten, die overhoudt in de Priesterkoulonstraten, waar er een firma zit die duven voormaakt. Een beetje verder in de straten kom ik een echte usduve tegen, Griet de Prie. Ze is al 39 jaar usmoeder. Het zijn weer die zaken, dan ik kan niet gaan dan tussen zitten, maar ik, ja, ik ben eigenlijk een usduve. Ja, ik ga meer een keer gaan wandelen, maar ik zei, dat is ook nooit dat me anders zet ik gaan dan ben. Ja. Een beetje verse zuurstof. Verse zuurstof, ja, maar we niet veel ronde keer doen. Want werk denk kiezen een boer en dat daar in de dingen. Jongens toch, toen je daar in de Coulonstraten. Maar verstaat toch? Dat riet u ergert. Ik ergerde me daaraan. Ik kocht aan dat niet. Aan blikjes aan. Wie doet dat? Ik weet niet, mijn stiepvervoet op. Ik kan daar ook niet. En mijn man ook. Ik zeg alleen, hoe is dat mogelijk? Dat verstak ik niet. Ja. Ik vind het wel echt. Ik vind het echt erg. En ziet dat tekken. Ze hebben de straat doek. En ze auto's verhuizen. En om een keer. Hops. Hops. Waarom? Ja. Ik weet niet. Pijn zou er niet zijn. Ik weet het niet. Voor een nieuwe deluge zijn ze, ja. Moeten we er maar goed in. Ik ga veel langer antwoord willen laten, maar ik zei het, de wind blies de woorden weg. Lees de aanzet, je gaat misschien beter verstaan waarom dat ik een indruk had, dat zie je en ik al jaren hoe maten worden. Over maten gesproken, in dezelfde straten woont Luc Duffermong, die ooit aan het podium staat, ook als er geen podium in omtrekken. Hij kent hem van Beverham en een muziekliefhebber zit van Ugly Papas en Idiots. Je is juist de vinylplaten binnen van Idiots ook aan zijn bellen dragen. Ja, ze moeten dat nu verdienen. Dat is nu het zwaarste werk voor de voetbal. Dat moet bij de meesten geraken. Dat de vinyl? Ja, de vinyl is juist vast binnenkomen, maar dat is warm. Mijn meestal rozen verkocht, die zijn de matrice kapot. Ze moeten nu de rozen nog printen. Maar de zwarte zijn gered. De zwarte, zeg je. En hey, Joris neemt voor... Denk je, moet meedoen in een serie. Met, onder vuur, met Sam Lowick. Ik moet een baksteen, ik ben flik. Ben uw flik. En zo, ja. Dat kan je allemaal nog voor genoeg zijn. En daar moest erop. Je had de 35 jaar met een ster gelopen. Waarom had ik je bezig? Ik wacht een keer. Maar ik kan niet binnenkomen. En dus doen we het opnieuw. Nog een keer aan de balen draaien. Ik ben nog niet een klap van Miende. Miende. Miende, ja. Rekken met zijn enclave, hé. Maar zut, en je zegt, rekken met zijn enclave. Hij reed daar door en zit er helemaal door waar hij het weet. Dat word ik vrij beledigd. Ik heb dat vrij beledigd geweest. Is dat? Maar we hebben gemaakt. De fusie van de gemeente van een goede zaak. Is dat? Achteraf bekijken. Wat ben je? Holy zever. Miende, goed bezig. Dat is al jaren eigenlijk goed. Dat is al 12 jaar goed bezig, Miende. Ga vooruit. Dat is gemak. Maar je mag niet... Journalisten doen geen research mee. Ik weet niet wie dat doet, meneer. Maar dat is, als een meer in tijd heb je direct een ramkraan. Drugs. De drugs zijn er nog altijd waarschijnlijk. Je moet gewoon in het wassen zijn. Maar rekken, meer in de lauwe, dat is schone. En de grenscriminaliteit, heb je er al overvonden? Ik heb daar moeilijk last hebben van. Verlang, echt. Voor de criminaliteit is ik dan niets. Ik laat mijn deuren open. Dat is echt alles open hier. Verdeum ik, zou ik zeggen, een dief kunnen vinden, niets. Vrij vrouw van criminaliteit. Wat is er wel, het kind? Ja, hier, meneer. Ik ga ooit vaststoten. Tot nu toe. Oh, ik ben niet klaar. Natuurlijk, de verouderde. Dat hebben we alleen maar rekken.
moet dat eerlijk zeggen, verouderd wel rap. Maar ja, aan de andere kant, ik zit er al 20 jaar over te klagen dat Rekkam eigenlijk, ik zeg, Rekkam aan het veranderen in een grote serviceplat. Als je naar plaatsen gaat, al dat vroeger winkel of café, dat zijn nu al appartementen. En steek maar voor, weet je, een serviceplaats. Maar ga ik het niet hangen met mijn kraan, want kijk, kom het 6e jaar in juni. Maar, dat af ook. We hebben al zeer nog spies met dit. We hebben al vier nog dood als je in een barak komt staan. Als je moet plaatsen, ja, Siri, voor de rescapie. Ga we. Ik ben de broeders naar Denman, dan kwam vrouwen ook in de film willen meespelen. Maar dan hebben we een grote droom in de Franse film spelen. Ja, maar waar we gebleven? Rekken, maar ja, serviceflat. Dus ja, er is dringend behoefte aan meer. Natuurlijk zijn we gesloten. Animo. Anders ga ik voorzien. Ik zie vrijheid in Rekken, ik zie vrijheid meende en de evolutie. Kom, misschien nog aan de Leienboeren gaan winnen, want dat gaat als chiquer komen dan Kortrijk. Kortrijk gaat hier marginaliseren, meende komt machten. En dat is ook nog maar winnen, misschien aan de Leien. En toen met een bootje naar Kortrijk, je gaat erin, dan brassen ze met mijn gemak. Ja. Tenzij dat zo'n houden, mijn vrouw heeft 50 jaar. En het en ik ook romantisch naar bezig schip, maar in het zuiden van Spanje heb je daar geen last van. He. Door de lucht. En die talen toch niet. Rekkam zonder Duffermong, dat is zo Rekkam in mijn zin. Ik ga deuren en lukken we op nog even mee voor de boete te liggen. Rekkam in tunnel. De vrouw dat weer tegen dat die zetten. Ik kan dat zo schoon doen. Door mijn vrienden van Amerikaanse tekenfilms van vroeger. En dat vrij gemakkelijk. De katten zetten niet meer zaken meer. Ah, ja, ja. Maar hier, kijk, dat is een jaarlijks wederkeer een brief van Bernard Best. Kijk, een winbeurzenwesterissen van de viticulteur indépendant. En die vindt alle jaren, geen winnekort aan die mensen, en alle jaren ben ik geïnviteerd. Dat zijn de winnen van de jaren. Met de prijs erbij. Je kunt natuurlijk niet komen. Je moet nu online bestellen, voilà. Of een speciaal bruziek. Zie je redelijk Franstalig toen? Ah, oui. J'ai été éduqué en français jusqu'à 3 ans. Ah ouais? Mon premier mot c'était chocolat et le deuxième caca. Caca, maman, chocolat. Là c'est 10 prix. Allez. Ja, ik wens je veel succes in mijn einde. Luc neemt niet meer eens te horen veel in de straten. Maar nog niet goed weer op bank, of aan het kinderen dat verbluft robbedoesjes toch Wouter ver te hem en Audrey de Roo aan de veester een stek te spelen. Ze trainen voor het cultureel centrum van us tot dus om een uitvoering te doen voor wie dat er daarom gevraagd heeft. Zelfs cultuur werd dan dus gebracht in meende. Wouter en Audrey van Productions en Zonen maken een animatiefilm zonder film toen, aan de vijsters van de meesten dus. Kijk, de katten zitten in een us dat in de fik stoot, de pompiers komen af, Wonder Woman klemt op de leren en blust het vier en de katten gered. En ik ben weg, richting Meende. Op de plaatsen van Rekkam wapperen de vlaggen van Meende en stoot er ook nog zo'n spelletje uit dat wandelparcours om de kinderspeesjes te doen. Daar moet iemand achter doen, maar ik ga duren. Tussen de nummers 2 en 3 trek ik de drie spiegel in. Wow, dat kan tegen de Olbikan in Frankrijk binnen. Ik zie zo de kerken van Olo binnen. Eigenlijk loop ik langs de grijze de Murisonstraat in. En toen kreeg ik onmiddellijk een surprise. Ik had er al over gelezen in ons gazette, maar ik wist niet dat die eerste Belgische kaswoningen daar stonden. Je weet wel dat dood een huis dat in een serre stond. Een schoon zicht. Jammer dat de straat die er nevens loopt ook zit naar veel een boel. Het lawaai van al die auto's die er een hoek om nog snien en in de dik is het al vullig. In de Miskeloenstraten kom ik moeder Karin Verskoot en haar dochter Dorin tegen. Ze zijn van Loo, maar zijn een wandeldeed. Doe een wandeldeed met de mama. Een wandeldeed. Ah ja, we moeten dat tegenwoordig met de corona. Ja. Bij elkaar nog wel zien. Moet op het taarten. Ten niet dat ze mijn de zo goed kennen, maar ze vinden er niet mis mee. Dat is het over ons wadden zeker. En onderhoud steen is er iets. Dus, ja. Wat ik denk dat is vooral is, omdat je daar de barakken hebt, dus ze zitten daar inderdaad. Ja, met gewoon goedkopere ook huizen meestal, waardoor dat ook meestal ja, mensen aantrekt die minder geld aan heeft. En dat pakt meestal een bepaalde beeldvorming met zich mee.
of dat ze wat zijn, al dan niet terecht. Ik vind dat niet terecht, maar ook. Ik vind dat ze wel inspanning doen dan mee voor meer, allee, ja, voor die namen kwijt te geraken. En meer te doen ook voor de jeugd en meer integratie en meer. Ja, allee, ja, van alles kunnen vinden. Maar ja, het is dat. Allee, heel die bruggen dat ze daar nog doen. Ze doen het wel veel voor de, ja, ze zijn er wel mee bezig. Van de stad, ja. Maar ja, het is overhoog, zeggen. In de stad is er iets zeker. Ja, dus, ja. Tabo. Het is overigens een twadde. Daar de deur in de muskroenstrolte richting de watertoren langs in de café, waar je een betere tijd niet in kunt drinken op de toekomst. L'avenir, nespa. Wat dat er nog moet komen. Het moet zelfs niet snuffelen, krieken, een fabriekje. Aan de overkant van de straat staat de Pidi, de Ipperse koekjesfabriek die nu in Frans kan. En die hier van in Frankrijk, aan de overkant van de straat, een zoete walm verspreidt. En een sombere côté met ertoe werkmazeljes. Maar hier en daar probeert iemand een beetje kleur in het leven te brengen. Als je hebt rond het punt aan de watertoren naar links gaat, zet je direct in Frankrijk, alle winnen. Rechter deuren komt je meende, wat dat aan het zeggen is. Gisoenen komt juist met zijn veel van zijn werk. Even zijn frak afdoen en toen kan hij klappen. Zie je van meende? Ik ben een aardbraten heer. Baratten, hè? Ja, ja, ik heb niet weten waarom dat hier meer of minder onveiligheid of elders om dan aan de graan te hebben. Er is hier niks waarom dat hier niet goed of ja, de nevenskunde, maar ook ons gemist, toch geen probleem hier. Hier maanden van er Vlaams gemist, ja, maar we zijn er allemaal het open. Ja, ja, ja. Geen probleem. Als het eerste woonde, meen je? De leuze van Meende was in dit stadje wel leuk en plezier natuurlijk. Nu in corona tijd, dat is over ons tijd, dat is niks dat doen. Dat is, allee, van we zullen toch wel café's of zo. Maar. En Meende is het veranderd? Ja, het, dat wel. Meende is dat veranderd, ja, de kinderen natuurlijk. Ook in mogen we een keer twee straten verder. En toen de andere generatie, ook ik van school kwam, de andere meisjes nog een beetje, ja, dat was een heel andere tin. Het is zo'n contact met anderen. Ja, like wat ik zei, over 40 jaar had je veel minder allochtone meisjes. Ja, dat is wel, maar ja, dat is overigens een beetje geleden. Ja. En gaat dat die samenleving tussen? Ik zei, ik heb totaal geen probleem met mijn gebeuren. Ja. En je weet waarom. Ja. Vele van mijn collega's zijn ook allochtone en die meisjes moeten de beste voor hen te integreren. En voor Nederlands te babbelen, natuurlijk, om een Vlaams kamp, dat is wel anders weer. Ja, zeker geen probleem. Ja, ik zeg van klapje Vlaams en hij zei van ja, ik wel, of zeg iets, hier toe kwam met uw velo. Ah ja, dat. Of, ja, zei ja. Ja, spreekt u Nederlands? Ik zei ja, dat is rariteit zeer. Tot altijd, dat zei je, tot ja. Ja. Of een skietje, tot of van dan. Ja, ik klap nog Vlaams ook. Maar er zijn er hier minder en minder, of als bijvoorbeeld, zijn er veel Franstaligen? Dat is wel. Ja. Maar natuurlijk, er zijn meisjes aan het anders zijn. Ja, ja, ik vind hoe je naar de baratten gaat en de winkel en ze vertrouwen heel lang, dan werkt ook dat niet binnen. Ja, dat is echt zijn eigen keuze. In de carnavalwinkel klappen ze nog Vlaams. Misschien dat we hele dag een masker moeten opzetten en nog weinig hoesten om moesten verkleden. Ooit waren er in de baratten aan 300 cafés, want nu moet je zo maar lopen. Er is al toebak dat de klauwen slaat. Er staat veel leeg. En ik dacht, hier zei, in veel winkels is het in het Frans. Het zijn wat meer een deel Frans die er komt. Tenminste, als ze er mee komen. Vrouwen is, of dat ze nog gaan komen, als die grote werk aan de leien bezig zijn.
Er zijn al een zakwinkels weg, gesloopt en er hangt er nog een hoop tegen de grond voordat nu de werven van de Nieuw genoemd werd. Als die werken ooit gedaan gaan zijn, onder gigantische boten door de leeuwvoren en bonen van de schelde naar de Seine en gaan meende misschien wel een plek komen waar dat iedereen wel zijn. In het verleden heeft er ook zelf van soorten volk in meende geweest. Ze kwamen de grenzen verdedigen of ze wilden ze binnendringen. Het is zo dat er nog hoogstel van die mensen gebouwd stond, waardoor al die legers toe opgetroepen. Maar nu, in het donker, is er niemand. Niemand die mijn talen spreekt of wel spreekt. Toet, ze hebben Robben kom ik tegen. En we hebben de man of we meenden, ja van de Westhoek. Ik loop mijn poorten binnen met hem om mijn lucht in en uit de wind te stoppen. Wat doe je in het leven? Wat doe ik in het leven? Voor het moment ben ik aan het solliciteren. En voor de rest, ja, heel veel dingen met molen opzetten, kleine ondernemingsjes, VZW's, ja. Alles voor mensen telten en telten groeien, eigenlijk, ja. Ik heb geen hoger diploma gehaald. Ik heb mijn ASO-diploma, ik heb dat begonnen. Omdat ik vind mezelf net niet in het schoolsysteem. Dus ja, ik heb gewoon direct de arbeidsmarkt opgegaan en dat lag me like beter dan de schoolbank. En wat wil je doen in Groningen? Ik wil het doen in Groningen. Ja, zelfstandig, denk, ja. Het maakt me niet plezier maken, mijn dromen oormaken. En dat is vooral ja, zelfstandige bedrijfjes uit de grond staan. Ja, plezier maken, denk ik dat ze zijn. In muziek of zoiets? Groeihormoon, ja, dat is de naam van de VZW die we aan het opzetten zijn. En daarmee proberen we jongeren te begeleiden in hun zoektocht naar de beste versie van hun zelf eigenlijk. Is het daar een beetje een idealist? Klein beetje wel, ja. Ja. We proberen dat. Het is in het donker dat je dromers vindt. Er is niet mis met droom. Al de grote projecten zijn begonnen met droom. Ik zit nu op het punt dat ik redelijk dat ik me in balans voel eigenlijk. En ik probeer dat mee te geven aan anderen. Alles wat we weten en proberen zelf ja, nog iedere dag boeken te lezen. Iedere dag, ja, tegenwoordig is het online dat ik probeer dingen te bekijken van webinars en zo. Maar ja, alle dagen leren en die kennis proberen mee te delen met de medemensen. Uzelf naam, de andere taal. Ja, voilà. En dat is wat dat ook zo leuk maakt. Ja. Ook eerst heeft hij zijn angst overwinnen. Binnen een auto stond nog in Lowe en de kortste bonen wieren en langs de leeën, langs het oogpad. Maar door is het vrij donker. Ik taart goed duren en het is als geste en contactend wat. Wist je hier dat de boeten liggen dan? Dat de roem had een keer een skip en het is in lucht dan. Schoon, hé? Ook ik kan weer in Lowe ben en voel het me echt dat er daar ook al redelijk wat gebouwen langs de leeën. De meesten willen tegenwoordig al langs het water wonen. Verzeer is dat ze pezen met de opwarmingen van derde van de leeuw om kunnen drinken. Allee, kom maar thuis en slaap wel. De krant van West-Vlaanderen. Jij maakt het nieuws.